Mijn naam is Helle Roeten, mijn bedrijf is Zin en Zo. Het is een creatief sociaal projectbureau. Projecten zegt het al, het gaat alle kanten op. Maar het centrale gegeven is creativiteit en projecten met jongeren. Waarin duurzaamheid, creativiteit centrale pijlers zijn. Ik kan je twee voorbeelden geven. Eén is het Kasteel van de Toekomst in Almere. Waar verschillende partijen worden samengebracht die met kinderen met duurzaamheid gaan werken. Middelbare scholen gaan ecologische gebouwen bouwen. Maar er is een soort doe-denktankplek bij het Kasteel van de Toekomst. Een ander project is het werken in achterstandswijken met kunstenaars. Waar er Gaudi-achtige mozaïekbanken worden gemaakt. Aan het eind ervan is een feest. Met dat feestgeld worden er projecten gedaan in het buitenland. Bijvoorbeeld in Afrika een spirulina fabriek opzetten. Of kunstprojecten met kinderen in Ghana. Dat is in dit kort.